Zo, we staan hier 2000. De landmacht, dagen 2010. We staan hier in de rij, we zien niks. We zien geen helikopters, we zien alleen maar mensen voor ons. Dit lang naar Floris. Floris, wil jij nog wat zeggen? Nee. Veilige bosrand in de buurt. Ja. Veilig te stellen en eventuele vijand krijgsgevangen te nemen. De infanteriepioniers, waarvan elke groep er 2 in de geleden heeft, zijn gekwalificeerd om te werken met explosieven. Zij zullen dan ook de deur opblazen om toegang te krijgen tot het object. Zodra de deur is gesprongen, zal de groep in instap. De rest van de persie vliegen zo doen.